Ik ben Isa en op 17 maart ga ik kijken bij een verzorgingshuis. Ergens bij mij in de buurt dit keer. Bij mijn moeder heb ik destijds gezien wat voor geweldig werk er in zorg en welzijn wordt verricht. Ik heb ontzettend veel respect voor deze mensen. En jij, Kort-Jan, waarom ga jij naar de open dag voor zorg en welzijn? Nou Isa, dat zal ik jou eens vertellen, want ik wilde zelf vroeger in de zorg werken. En dat heb ik ook gedaan in de vorm van vakantiewerk. Uiteindelijk ben ik acteur, presentator geworden, ook heel leuk. Maar mijn hart ligt nog steeds wel in de zorg. En daarom ga ik zeker een kijkje nemen bij de Open Dag van Zorg en Welzijn binnenkort. En bij mij om de hoek is het zorgcentrum in ieder geval open. Goed verhaal, Koert. Hoi, ik ben Ruud en net als Isa en Koert-Jan ga ik naar de Open Dag. Op 17 maart bezoek ik jongeren in de gehandicaptenzorg hier in de regio. Er gebeurt veel hoor, in zorg en welzijn. Er wordt veel over gepraat op radio en tv. En daarom wil ik zelf wel eens zien wat er allemaal gebeurt. Dus ik ga naar de open dag van zorg en welzijn. Hey! Dankjewel Ruud. Wist je trouwens dat er meer dan 1 miljoen mensen werken in de zorg? Mijn man ook. En ik ga op 17 maart naar het ziekenhuis waar hij werkt. Ik hoor natuurlijk heel erg veel verhalen, maar ik wil heel graag zelf een kijkje nemen achter de schermen. Kom jij ook? Kom op 17 maart naar een organisatie bij jou in de buurt tijdens de Open Dag van Zorg en Welzijn. Kijk voor meer info op opendagzorgenwelzijn.nl. Tot ziens.